Welkom in Café Weltschmerz. Nou ja, virtueel Weltschmerz. Mijn gast is Guy Pennard, die woont in Manhattan in New York. We gaan praten over corona. De minister liegt niet. Every nation in every region now has a decision to make. Decision to make. Decision to make. You think I'm joking? Ja, dat is onze nieuwe leader. Mensen die deze uitzending gaan kijken en die denken, hey, dat was vroeger toch een ander muziekje. Ja, dat klopt. En nu is het dit. Welkom, Guy Pennard uit New York. Ja, leuk met je te praten. Ja, nou ja, de aanleiding is, laten we beginnen met gezondheid. Hier in Nederland mag je de straat nog wel op, maar dat wordt ontraden. En in de supermarkt zijn mensen de karretjes aan het uitdelen dat niet te veel mensen tegelijk gaan. Jij woont in New York. Hoe is het met jouw gezondheid en de mensen om je heen? Ja, gelukkig is het met mij nog alles goed. Ook met de mensen om me heen. Het was even een kleine scare toen een collega van mijn vrouw het kreeg. En toen zij had naast haar gewerkt. Dus ze was bang dat ze het ook had. Maar ze is nou getest en gelukkig is alles goed. Okay. Maar hopen dat het zo blijft. Ja, nou, New York. Even een stapje terug. Dit is het virus, dat heette in het begin het Wuhan-virus. Nou, dat mag dan nu niet meer of zo. China had daar echt wel last van in die regio. Daarna was het, epicentrum is niet het goede woord, maar was het in Italië en ik geloof ook Iran. Maar nu, New York gaat niet goed. Wat is er aan de hand in de Verenigde Staten en in New York? Nee, het gaat duidelijk niet goed. Het is denk ik behoorlijk uit de hand gelopen. En ik denk dat de achtergrond een beetje ligt in de cavaliere opvattingen van de president, die zich uitliet, loopt allemaal niet zo veel vaart, het is een hoax van de democraten. En dat leidde er eigenlijk toe dat er veel verwarring ontstond. Want aan de andere kant waren er veel experts, onder andere van de CDC, wat het Amerikaanse gezondheidsorganisatie is. En die zeiden het tegendeel. Dus we hebben een situatie gehad waarin er eigenlijk te weinig gebeurde. Te weinig geleerd werd en gekeken werd naar China. Er werden testen hier ontwikkeld. Men nam niet een test aan die door de World Health Organization werd aangeboden. En dat leidde er allemaal toe dat het eigenlijk te laat gestart zijn. Als eerder waren gestart, hadden we veel kunnen voorkomen. Je krijgt het idee dat een standaard reactie is die over. Ik bedoel, dat was in China ook. Voor je gevoel begonnen ze daar een maand te laat. En naar onze Mark Rutte toe en het RIVM was het ook een reactief. Zelfs tot dan in het parlement een discussie over moeten de scholen nou wel dicht. Nou, dat was dan 3 dagen later opgelost. Gingen de scholen alsnog dicht. Ja. dat is in Verenigde Staten dus niet anders. Nee. Ik krijg duidelijk het gevoel dat politici die moeten eerst zien dat er iets fout gaat en dat er wat bewijzen zijn dat het fout gaat. En dat ze dan pas aan de mensen durven te verkopen dat er echt iets gedaan moet worden. Dus dat een leiderschap waarbij men zegt, hey, dit gaat niet goed. Vanuit de ervaringen die er zijn geweest, moeten we nu het aanpakken. Ze zijn altijd wat te laat. En het is een heel geharrewar. Of is het, in geval van China weet ik het niet, maar bij Trump is het eerste waar je aan denkt, ja, die wil de industrie en de productie van Amerika, die productiekracht weer groter maken en de beurswaarde is voor hem kennelijk een belangrijke indicator. Als je dat dan vergelijkt met Nederland, in het Nederlands parlement werd onze premier aangevallen, zou ik maar zeggen, door Jesse Klaver van GroenLinks, die zegt, we gaan dit toch niet onze maatregelen laten afhangen van onze veronderstelde impact op de economie. En dat is dan hetzelfde, hè? Van je doet toch niet te weinig omdat je mensen, omdat je de economie laat gaan. Dat zou ook bij Trump, werkt dat bij Trump net zo? Ja, net zo. Het is heel, heel erg jammer dat het zo is. Want uiteindelijk moeten we ons gezond, als samenleving gezond houden. En daar moeten maatregelen voor genomen worden. En dat betekent dat de ziekte zal leiden wat er gedaan moet worden. Ja. Je kan niet het omkeren en zeggen, ja, kijk naar de economie en probeer de economie tegelijkertijd gezond te houden. Dat is moeilijk daar een balans tussen te vinden. Nou ja, dat is het experiment, het wereldwijde experiment waar we nu in zitten. En waar we alleen op met terugkijken van kunnen zien, waar hebben we het goed gedaan en waarschijnlijk hadden we het beter kunnen doen. Ja, ja.
Oké, nou, New York is een hele grote stad in Amerika. Relatief weinig nu nog besmettingen, zou je kunnen zeggen. Gisteren 30.000 en gisteren 285 doden heb ik opgeschreven. Maar ja, dit ding stijgt exponentieel. Dus je kan wel zeggen, ja, het is nu nog weinig. Nou, dat zeiden ze in Italië ook, in Lombardije. Ja. En dan gaat het out of control. Het probleem in Nederland, als ik dat dan vergelijk met Amerika. Het probleem in Nederland, het grootste probleem wat genoemd wordt, is de intensive care bedden raken op. En als dat zo is, dan kunnen we mensen niet meer helpen. Zover zijn we in Nederland niet. Hoe ver is dat in New York? Nou, we zijn daar nog niet, maar het is de gouverneur van New York, Cuomo, die heeft een voorspelling dat er ongeveer 140.000 bedden moeten zijn in de staat van New York om dit allemaal te kunnen bolwerken. En daar zijn ze nog lang niet. Ze hebben dus wel gevraagd ook aan de regering om te helpen. En er is wat hulp, dus bijvoorbeeld een hospitaalschip dat hier naartoe komt. Het gaat dus wel, er zit wel wat beweging in, maar het gaat eigenlijk te langzaam. En als het inderdaad allemaal zo slecht gaat lopen als we mogelijk denken, dan kan het inderdaad heel, heel moeilijk worden dat er keuze gemaakt moet worden wie een bed kan krijgen en wie niet. Cuomo die zegt, we hebben 140.000 bedden nodig in zijn rekensommetje. Begrijp ik het goed? En hoeveel zijn er dan? Ik weet niet precies het getal nu, maar er waren toen een week geleden ongeveer waren het 60.000. En hij had plannen om het naar iets van 80.000, 90.000, naar ik me herinner, te brengen. Maar er was nog steeds een behoorlijk wat tekort. En ze hebben dus, hij vroeg dus ook of de regering en met name ook het leger zou kunnen inspringen om noodhospitaals aan te leggen. En ik moet wel zeggen dat Cuomo is een verdraaid goede leader. En dat bewijst hij ook de manier waarop hij praat over deze hele problematiek. En geen doekjes om de zaken wint. Is fantastisch. Hij heeft ook veel compassie voor het leed wat er geleden wordt door iedereen. En dat zijn ook de mensen die hun banen verliezen, et cetera. Ja, je hebt het over de gouverneur van de staat New York, denk ik dan. Ja. Cuomo, die zei ook, de maatregelen die tot nu toe genomen worden, zijn een druppel op de gloeiende plaat. We hebben het over 3,8 miljard voor New York en ik heb de 15 nodig. Ja, dat is net van vanochtend las ik dat. Naar mijn gevoel, maar goed, dus mijn persoonlijk gevoel, is dat zit daar politiek ook achter. Ze hebben een bedrag beschikbaar gesteld voor de verschillende staten en voor totaal. En dan hebben ze een minimum aangelegd van 1,25 miljard. En dat betekent dan dat er met die kleine staten in de Midwest, waar veel Trump-aanhangers zitten, daar krijg je per hoofd van de bevolking enorme uitkeringen van het gouvernement. Terwijl een staat als New York, die door deze hele situatie een geprojecteerd 15 miljard budgetprobleem gaat krijgen, krijgt een fractie daarvan. Tegelijkertijd is er een ander steunpakket gisteren of zo, of vandaag, dan weet ik even de tijdzones goed hebben, in de Senaat aangenomen. Ik weet nog niet, ook al in het huis nu, dat is dan een verder. Nee, dat moet nog allemaal gebeuren. Maar ze denken dat bij zaterdag het allemaal klaar is om dat Trump dan kan gaan tekenen. Ja, en daar hebben we het over, een steunpakket voor alle burgers, toch? Ja. Dus zit je onder een bepaald... Ja, daar zitten wel een heel aantal goede aspecten in. Ook voor de mensen die hun baan hebben verloren. Het grote hangijzer was, het heette hangijzer tussen de Republikeinen en de Democraten was dat. De Republikeinen vonden dat de arme mensen, de laagste inkomensgroepen, te veel geld kregen en daardoor niet meer gemotiveerd waren om te gaan werken. Wat ik denk dat grote flauwkul is. En een van de presidentskandidaten bij de Democraten, Bernie Sanders, die maakte daar gehakt van, hoorde ik. Ja, natuurlijk. Hij denkt helemaal de andere kant op. En nogal voor Amerikaanse termen extreem. Dat is een hele interessante situatie eigenlijk. Dat als je ziet Bernie Sanders, zoals ik hem zie, dan in vanuit mijn Nederlandse afkomst, denk ik dat hij een klein beetje van rechts van het midden staat. Maar de dingen die hij vraagt, die worden hierdoor in Amerika uitgelegd als extreem socialistisch. En dan praten mensen over wat er allemaal in Rusland gebeurd is en dat niet werkte. En wat er allemaal in Venezuela gebeurd is en waarom dat niet werkte. En dat heeft allemaal niks met socialisme te maken. Het is een combinatie van socialisme en kapitalisme.
waarvoor hij staat, want hij gaat zeker niet alles nationaliseren. Hij kijkt duidelijk op een heel, ik denk verantwoorde manier naar het probleem. En het grote probleem is healthcare. Over healthcare dan in Amerika. Ja. Er is daar jarenlang dat discussie geweest, debat geweest over, wat is het, de Affordable Care Act, de Obamacare. Ja. Ja. Maar een hoop zijn, volgens mij zijn een hoop mensen in de Verenigde Staten in New York nog steeds niet verzekerd. Of wel? Nee, er zijn nog veel. Er zijn wat meer dan voor Obamacare. Ja. Maar de Republikeinen proberen daar vanaf te komen. Zodat er weer ik meen, iets van maar goed, nu... bij de 20 miljoen mensen weer uit het systeem worden getrapt. Ja. En er is geen goed alternatief. Nee, even los van hoe daar de gezondheidszorg op langere termijn georganiseerd moet worden. Op dit moment is daar dat nieuwe virus en zijn er echt wel een hoop mensen niet verzekerd. Ja, die kunnen dus niet aankloppen bij het ziekenhuis. Of hoe gaat dat dan? Nou, dat kan wel. Want de ziekenhuizen hebben een verplichting om emergency care te geven. Okay. Maar emergency care betekent meestal dat mensen geholpen worden. Zo'n eerste hulp bij ongelukken. Functie is er. Maar als dat gedaan is, dan worden ze weer naar buiten gezet. Ja. Nou weet ik niet hoe dat in dit geval gaat lopen, als er mensen echt met ademsnood aankomen. Ik verwacht eigenlijk wel dat ziekenhuizen dan ze proberen in een bed te krijgen en een beademingsapparaat te geven. Als die dingen er zijn inderdaad. Dus, dat is nog als die er zijn, dat is ook nog een grote vraag. Ja. Ja. Ik zag, en dan weet ik niet of dat een incident is of dat gehyped wordt in de media zoals ik dat dan zie, maar dat er koelvrachtauto's aangereden worden om een soort mobiele... Hoe heet zo'n ding? Morg, in ieder geval in het goed Nederlands, te bouwen. Is dat echt? Is dat op schaal? Nou, daar heb ik van gehoord, maar ik weet niet precies of dat echt zo is. Maar het zal me niet verbazen, want het hele systeem is natuurlijk niet gebouwd op het aantal doden wat er nu is. Je hebt dat in Italië ook gezien. Nou, hier is... Waar de hele kamers vol lagen met lekkisten. En hier zijn er ook geen mensen om te begraven. Ja, dat ook, ja. Maar goed, en het leed dat je hebt, dat je er niet eens bij kan zijn als het zover is. Maar, dat is heel verschrikkelijk. Ik heb een van onze vrienden, die had een oude vader van 90 jaar. En die is aan coronavirus overleden. 90 jaar is natuurlijk heel kwetsbaar waarschijnlijk. Maar ja, toch, zij kon er niet bij zijn. Anders liep ze ook kans om besmet te worden. En zij is een dokter. Dus ze wilde zich in goede staat houden. Ja. Heel triest. Nou ja, ik heb precies hetzelfde. Een familielid van mij heeft kanker, terminale kanker. Daar kan ik niet meer op bezoek. En als we Nederland zo lang... als dit nog een paar maanden... ik heb geen idee. Ook al is het toch een paar weken. Dan zie je elkaar niet meer. Ja, totdat je doodgaat. En dan maakt een griepje ook niet meer uit, zou ik maar zeggen. Ja. Ik heb een vraag over over dat zorgsysteem en de mensen in Italië. Want Lombardije, noorden van Italië, dat staat bekend of staat aangeschreven als een hoogwaardig gezondheidssysteem. Maar ja, de Italianen zijn wel van zekere leeftijd. Ik bedoel, de gemiddelde leeftijd is daar best hoog. Ja. Dus dat zijn twee dingen die bij elkaar komen. Er zijn een hoop mensen in de risicogroep. Er zijn ook een hoop ziekenhuisbedden. Naar de Verenigde Staten toe zijn er ook een hoop mensen in de risicogroep. Maar dan denk ik eerder aan overgewicht en diabetes. Ja, maar de gezondheidszorg is daar... op geen manier vergelijkbaar met de kwaliteit van Italië. Nou, dat kan je eigenlijk niet zo zeggen. Ik zit door mijn vrouw ben ik in een Amerikaanse verzekering. En ik moet zeggen dat de care is fantastisch. Ik denk dat je haast niet beter kan wensen. Het grote probleem is de kosten van het systeem. Dat is het grote probleem. Het is enorm kostbaar, zowel voor privépersonen als voor de ondernemingen. Ja. In Nederland is er geen verbod om je te verplaatsen of zo. Het wordt wel ontmoedigd. En je wordt ook uit elkaar gestuurd als je met een groepje bij elkaar bent. En social distancing is het nieuwe woord. Wat zijn de maatregelen nu die van kracht zijn in New York? Ja, dat is precies hetzelfde. Eigenlijk hetzelfde. Dus thuisblijven. Je kan naar buiten om boodschappen te doen. Maar veel mensen laten bezorgen. Wat trouwens ook een probleem is. Want de bezorgers willen niet altijd aan huis komen. Dat is ook want die willen niet ziek worden als ze bij mensen langs gaan. Ja. Maar goed, dat functioneert toch nog wel. Wij doen ook af en toe boodschappen.
Mijn vrouw en ik, heb ik even weer wat gehaald. Ja, zo probeer je het met zo min mogelijk buiten te zijn. Probeer je te beschermen. Ik draag dan ook altijd een masker. Ik ben een hobbyist en ik had gelukkig een paar goede maskers. Dus die gebruik ik nu zolang dat duurt en zolang ze nog functioneren. Zolang de voorraad strekt, zeg maar. Zolang, ja, ja en handschoenen ja, ook. Ja. Zoals als je naar buiten gaat, je raakt dingen aan. Zoals nou met boodschappen doen, van die rubber handschoenen. En dan voordat je een beetje, nadat je binnenkomt, trek je ze uit en gooi je ze weg. Ja. Oké, krijgen mensen een boete als ze zich niet aan dingen houden? Nee, nog niet. Okay. Dat is nog niet het geval. Dus er wordt wel gesproken door het gouvernement. Trump die schijnt de hele situatie te willen aanscherpen. Dus het hele shelter-in-place model schijnt maatregelen te willen nemen. Maar daar heb ik nog niets over gehoord. Is daar zorg over? Oké, even vanuit mezelf gezien. Ik maak me grote zorgen over het in de plaats van angst stellen van een straatverbod. Zo van nou, hè, dan ben je niet meer bang voor een virus, maar dan pakken we een hoop vrijheden pakken we af. Ja. In plaats van op vrijwillige basis mensen uitleggen van doe nou een beetje uit elkaar lopen en niet te vaak buiten zijn. Ja. Ja. Die angst voor repressie en inperking van vrijheid, is dat ook in New York of zijn we veel banger voor ja, een virus? Zeker. Nou, dat is in de hele Verenigde Staten is dat. Het is duidelijk dat met jawel, je kent het Second Amendment. Ja, ja. Right to balance. Ja, dat klinkt overal door. Amerikanen zijn op hun vrijheid gesteld. En vrijheid is een heel belangrijk element in deze samenleving. Wat op zich ik ook enorm goed vind. Niet dat ik voor kans ben, maar wel voor die vrijheid. En niet het ingrijpen van de overheid. Nou is de overheid natuurlijk wel een moeilijk pakket om dat goed te beheren, die verantwoordelijkheid. Ze hebben de keuze te maken tussen vrijheden, maar ook mensen die misschien misbruik maken van die vrijheden en daardoor toch anderen aansteken en daardoor het probleem weer vergroten. In het voorbespreken zei je, ik woon sinds 1997 in New York. Rond die tijd, net een jaartje later, dus je was er net een jaar, was ik daar voor de eerste keer, was ik in New York. En wat mij opviel als ik dan met de subway zo van de ene kant naar de andere kant rijd, het is ook maar de enige manier van transport dat er is, want als je een taxi of een auto of een fiets, dan werkt daar niet. Dus je moet met z'n allen wel in die subway. En ik zag beelden recent, want het is allemaal nog veel erger geworden dan 20 jaar geleden, wou ik maar zeggen. Ja, er is geen ontkomen aan hutje en mutje in die metro zitten. En dan wordt er wel hardop gezegd, dat ding moet zoveel mogelijk rijden, maar je kan niet 1,5 meter afstand houden in de subway. Hoe gaat dat dan? Dat is moeilijk. Dat is moeilijk. En daarom zie ik veel meer mensen nu ook met maskers lopen. Ook over straat, maar ook in de subway. Ik heb gehoord dat ongeveer de subways nou 25% vol zitten. Oh ja. Dus er zijn veel minder mensen die in de subways reizen. En ja, in de straten zijn ze goed als leeg. Ja. Er rijden bijna geen auto's. Ik moest toevallig naar Manhattan, naar de oostkant. En wat me normaal en 25 minuten neemt, 30 minuten soms, was nu in 10 minuten geklaard. Je kon gewoon overal doorrijden. Ja, dat dan weer wel. Ja. Ik zag een verslag van een zuster, ik weet niet of het New York was, het zou maar zo kunnen. Dat was gisteren of eergisteren, was dat online gezet. Helemaal hard gewerkt, die werkt zo 17 uur per dag. En die zegt, er zijn geen beschermingsmiddelen voor ons, de mondkapjes of die pakken. Dus wat hebben ze nou gedaan? Ze hebben gezegd, nou nee, dit virus, beschouw het nou maar als dat het met druppeltjes overgedragen kan worden, maar niet via de lucht, niet te veel via de lucht. Dus dan hoef je ook niet te veel beschermende maatregelen te nemen. Dus dan kan je gewoon naar je werk. En ze voelden zich daar erg onveilig voor. Is dat een echt verhaal? Nou, ik heb, dat is zeker het geval. Ik ken toevallig iemand die kent die iemand die een zuster in een ziekenhuis is en die kreeg het coronavirus en die voelde zich ontzettend belabberd en wilde thuis blijven, maar het ziekenhuis zei nou draag maar een mondkapje et cetera, maar je moet naar je werk komen. Dus dat, ja, ik begrijp het ook niet helemaal. Misschien zijn er nog andere achtergronden die meespelen, maar dat klonk me allemaal heel raar in de oren. En dat is soms wel het geval in Amerika, dat er initiatieven genomen worden lokaal die niet helemaal stroken met wat echt gezond is. Komende zaterdag, zeg je, wordt in de House of Representatives die
noodmaatregel van echt enorm veel geld vanuit de federale overheid waarschijnlijk goedgekeurd. Ja, tenzij ze daar ook weer een partijding van maken en er een week over gaan doen. Dat zou kunnen, ik sluit het niet uit. Maar dat is nu nog niet zo. En in de Verenigde Staten, ja, in tegenstelling tot Nederland, als je ziek bent, krijg je niet betaald. Dus mensen met een hoesje en met een beetje griep en met een beetje koorts, die gaan zijn afgelopen weken naar hun werk gegaan, of niet? Nou, dat is eigenlijk toch niet zo. Want de mensen, veel van de mensen waren toch meer bezorgd over hun gezondheid. Er zijn ook veel bedrijven. En bedrijven moesten gewoon gesloten zijn. En niet essentiële bedrijven. Dus niet als bijvoorbeeld supermarkt en bij je voedsel gaan halen. En dat soort en zulke ziekenhuizen. Maar de rest van de bedrijven waren allemaal gesloten. En daar was dus ook een boete op gezet. Als bedrijven toch zouden opengaan, dan zouden ze een boete krijgen. En mogelijk ook verdere consequenties. We hebben het gehad over, we hebben het grotendeels over New York, dat is ook waar jij bent. Hoe is de situatie in de Verenigde Staten breder? Nou, je hebt natuurlijk andere haarden van corona. De Washington State aan de West Coast, bij Seattle. En Californië. Is ook behoorlijk aan de gang. Ik ben daar met een start-up bezig die bij San Francisco zit. Ook gesloten. Het laboratoria zijn gesloten. De mensen zijn allemaal naar huis gestuurd. En er wordt nu zoveel mogelijk administratief gewerkt en dat soort zaken. Maar verder staat alles stil. In New Orleans is het heel ernstig aan het worden. Dat gaat echt New York achterna, wat ik gehoord heb. Daar zijn mensen nu die hebben elkaar besmet gedurende de Mardi Gras. Dat is het carnaval wat daar plaatsvindt. En daarmee hebben ze heel veel mensen aangestoken. Die zijn toen allemaal, dat was eind februari, die zijn toen allemaal naar hun eigen woonplaats weer teruggekeerd. En ik las net 2 dagen geleden een verhaal over iemand, een jonge man van 35 jaar, die in Californië terugkeerde, ziek werd en 2 dagen geleden was overleden. Dus het is ook verspreid door het reizen van de mensen. En dat zie je ook uit analyses, dat het reizen, en met name het reizen met het vliegtuig, dat veel problemen oplevert als er zo'n ziekte is. Nou, we begonnen dit gesprek en dan zei je van... Onder de Trump administration zijn de maatregelen te laat en onvoldoende op gang gekomen. De Chinezen hebben daar wel een beetje spijt van, denk ik. Want die deden dat op dezelfde manier. En die zaten, je noemt Mardi Gras, maar die zaten voor hun Chinees nieuwjaar, waar ook veel mensen zijn gaan reizen. Ja. Nu zit de Verenigde Staten redelijk dicht. Ik neem aan binnenlandse vluchten. Zijn die er nog of niet? Ik denk dat er nog wel zijn, maar ik denk heel weinig. Okay. Ook omdat er geen passagiers zijn. Hè. Het ligt allemaal echt heel stil. Mensen willen nog wel naar huis dan waarschijnlijk. En dat is een probleem. Er zijn ook weer nog een aantal Amerikanen in het buitenland die nu niet terug kunnen komen. Ja, een aantal, 20.000 soldaten in Europa, als ik het goed heb, voor een grote oefening. Nou, wordt er over gesproken dan, om ook militairen terug te laten komen? Want Amerika heeft nogal wat soldaten. Ik heb dat niet gehoord. Maar waar ik naartoe wilde is, er zijn nu wel maatregelen en die lijken sterk op wat er in Nederland en de rest van de wereld ook gebeurt. Je zegt in het begin van het gesprek, die zijn eigenlijk te laat gestart. Wat is de verwachting, hoe exponentieel gaat die curve in de Verenigde Staten? Ja, het is moeilijk te voorspellen. Als je kijkt, we zitten nog echt in de exponentiële groeifase hier in New York. Dus het aantal gevallen neemt nog steeds exponentieel toe. Deze maatregelen gaan natuurlijk wel een effect hebben, die genomen zijn, thuis zitten, et cetera. Maar wanneer ga je dat zien? Want die mensen die gevallen die je nu ziet, geconfirmeerde gevallen, dat zijn alleen maar de mensen die ziek zijn geworden. Maar er zijn nog veel mensen die mogelijk wel in de aanloop tot ziek worden zitten. Hè? Dat die wel besmet zijn. Of verder geen symptomen hebben, andere mensen besmetten. Dus dat, een van de problemen daarbij is het aantal testen. Ik hoorde op de televisie een programma waar men zei, als je maar voldoende kunt testen, weet je waar het zit. En kan je maatregelen nemen om
het probleem voor te zijn. Ja. En dat is hier in Amerika duidelijk niet het geval. We zijn nog steeds heel reactief bezig. Proberen wel de faciliteiten bij elkaar te sprokkelen. Maar het is niet makkelijk. Nou, en het is al langer aan de gang dat in Amerika steden failliet dreigen te gaan of failliet zijn gegaan. Ja. Ik bedoel, wat is het, Detroit of dat soort steden, ja, Detroit, waar gewoon ook je pensioen weg is als je je hele leven ergens gewerkt hebt. Nou, dat is een staatgeleverd pensioen of een overheid geleverd pensioen, weg. Is de gezondheidszorg zo geprivatiseerd dat die daar geen last van heeft? Of staat dat ook op het rand van faillissement? Wat ik gehoord heb, gaat men ook de verzekeringsmaatschappij ondersteunen. Want die krijgen natuurlijk ook een enorme klap voor de kiezer. Ja. Wel een van de dilemma's die ik zie is dat sinds 2008 zijn door veel van die organisaties, zoals bijvoorbeeld ook luchtvaartmaatschappijen, enorme winsten gemaakt. Wat is met de winsten gebeurd? Dus niet, er zijn geen nieuwe banen gecreëerd, lonen zijn niet omhoog gegaan, maar er zijn duidelijk aandelen ingekocht en dat is allemaal naar de shareholders gegaan. En naar het management. En je weet dat het management in de Verenigde Staten vaak zeer afhankelijk is voor een beloning. Soms heel grote beloning. Vanuit de stokoptieprogramma's die er zijn. Nou, dat is dus een ander ding. Wat nu echt wel misgaat. Nou, waar ik me zorgen over maak. Dan graag je reactie erop. Want je werkt met start-ups. Je weet wat het nodig is om een bedrijf te laten starten, groeien, succesvol laten zijn. Daar is ook kapitaal voor nodig. En op het moment dat de economie tegen zit, ja, dan is dat erg lastig om dat goed te krijgen. Het eerste kwartaalcijfers van de industrie zijn er nog niet. Maar de beurzen hebben een crash achter de kiezen al. Die sinds de grote depressie niet geweest is. Wat is de outlook van de financiële sector zoals je die ziet voor de komende maanden? Ik denk dat, en ik volg dat wat, dat de beurs is altijd de situatie vooruit. En soms reageert over. En omdat er is veel onzekerheid op dit moment. En onzekerheid doet mensen aandelen verkopen. Omdat men denkt dat het nog slechter kan gaan. Nu is net deze afgelopen week zijn aandelen sterk gestegen. Heel sterk gestegen. En dat betekent dat een heel aantal mensen waren weer een beetje gerust. Maar ik denk dat niet gaat blijven. Ik denk dat ik hoop dat vandaag de beurs ook weer wat omlaag is aan het gaan. Dus het is die psychologie. Als er een duidelijke lijn is, een duidelijk plan is, een duidelijk idee van daar gaan we naartoe, hier moeten we doorheen. En dat hangt allemaal vanaf van de leiderschap die je hebt in de samenleving. En met name gouverneurs en de regering in Washington. Op een grotere schaal naar de economie kijken. We hebben het nu over Amerika en New York. Daar ben jij en je geeft ons die informatie. Ja. Dank je wel daarvoor. In Europa hebben we zo onze eigen problemen in de Europese Unie. En het vertrouwen in de euro is een stuk minder dan die in de dollar. Dus is er ook een... Er gaat ook kapitaal van Europa naar de Verenigde Staten. En dat helpt ook. Ja, als je het ergens moet, dan koop je de aandelen voor. Dus dat helpt misschien ook met dat weer omhoog. Dat de zorg in Europa maakt dat het in Amerika weer opveert. Wordt dat aan jouw kant ook zo gezien of niet? Ja, is Amerika is tot op heden nog altijd een vluchthaven voor kapitaal in onzekere tijden. Ja, dat. Men ziet het als een grote economie die uiteindelijk toch altijd weer uittrekt. In dit geval zal het er helemaal van afhangen hoe lang het gaat duren. Hoe lang deze crisis gaat duren. En niet alleen dat, maar daar kunnen we het later misschien over hebben, gaat het terugkomen, weet je? Want er zijn ook heel wat voorspellingen van virologen die zeggen, het gaat in oktober, november, het najaar, gaat het weer terugkomen. Want dit virus gaat niet weg en het houdt van koude temperaturen, dus je kan weer verwachten dat het terug gaat komen. Nou, al dat creëert onzekerheid en dat zal die beurs blijven beïnvloeden. Daarnaast natuurlijk, zoals je al zei, kunnen er faillissementen komen. En ik denk dat die zeker gaan gebeuren. Alhoewel kleine ondernemers krijgen wat steun. Maar het gekke is dat ze krijgen steun voor de werknemers. Voor zichzelf krijgen ze geen steun. Dus er wordt verwacht dat zij het financieel maar bolwerken. Dus als zij zelf op het randje staan economisch gezien, dan zouden ze best eens kunnen omvallen.
En dat gaat, denk ik, er gaan zeker gevallen komen. Dus, en dan de werkeloosheid die met 3 miljoen mensen is toegenomen de afgelopen gisteren weken. Ja, ja dat is, en dat is nog niet afgelopen. Er komt nog meer werkeloosheid. Dat is, ja, ik begrijp ook, mensen registreren zich werkeloos omdat dat een. Dan heb je in ieder geval nog iets van inkomen. Ja, ja. Ja, dat is precies zo. Want ondernemingen. Er zijn enkele ondernemingen, zoals bij mijn vrouw, die werkt voor een grote onderneming, Canadese onderneming, en die krijgt gewoon doorbetaald vooralsnog. Een aantal ondernemingen korten op het loon, die korten 20% op het loon, is in ieder geval een van de gevallen waarvan ik gehoord heb. En dat betekent dat, maar ze zeggen dan wel, ja, voor 15 maart het volgend jaar zullen we dat terugbetalen met interest. Maar interest is bijna nul, dus die interest zal het al, daar zal niet aan hangen, van afhangen. Maar ze hebben dus wel de intentie om het weer in te lopen. Oké, normaal zou je vragen, wat is het gevoel op straat? De straat is leeg, maar wat is het prevalerende sentiment onder de mensen in jouw omgeving? Zijn ze bang voor het virus? Zijn ze boos op... Ja. Onzekerheid. Hè? Onzekerheid over wat moet je nou precies doen? Wat is nou precies verstandig? Nou, in ieder geval daarom uit thuis zitten en afwachten en hopen dat je het niet krijgt. En maatregelen nemen, zelf maatregelen nemen. Maar ik denk dat er veel onzekerheid heerst in deze situatie. Hoe gaat dit nou verder verlopen? Ik refereerde aan dat ik voor het eerst in New York was 20 jaar geleden. Wat ik me ook herinner van die tijd, de eerste keer dat ik iemand in de straat zag poepen, was daar. En daklozen. Ja? Ja, van die dingen die je bijblijven. Maar ja. Amerika heeft ook, of grote steden, daar hebben ook een probleem met daklozen. En, ja. Heel groot probleem in New York. En is toegenomen over de afgelopen 4, 5 jaar. Het feit dat met Trump kwam, toen is het klimaat omgeslagen. Wordt daar wat voor gedaan of niet? Ja, er zijn wel opvangcentra. Maar ik hoorde zelfs al dat bepaalde opvangcentra ook al niet meer mensen kunnen aannemen omdat die gewoon vol zitten. En ze willen niet zoveel mensen hebben dat als er iemand besmet is, dat zich als een vuurtje dan gaat verspreiden. Maar zoals er al in bejaardentehuizen is dat al het geval. Dat is niet goed. Dankjewel voor je update. En misschien doen we dit vaker. En dan houden we elkaar op de hoogte van hoe het gaat daar en hoe het gaat hier. Ja, fijn dat je dit hartstikke leuk. Je de tijd voor nam. Graag gedaan. Tot de volgende keer. Tot de volgende keer, Giepenaar uit New York. Dankjewel. Bye.